Baia Mare is een onooglijk stadje in een vergeten Roemeense uithoek en de ploeg is eigendom van de plaatselijke mijn. Limburgers zijn opgelucht dat ze hun uitwedstrijd ook thuis kunnen spelen en dus niet op expeditie moeten. Hoog bezoek gisteren, de opslag werd gegeven door Ron Zwerver, testspeler van de Nederlandse nationale ploeg die in Brazilië net de halve finale van het WK miste. De Roemenen hadden een uiterst vermoeiende reis achter de rug. Ze kwamen pas gisterenmiddag aan en hadden nauwelijks geslapen. Dat liet zich meteen merken, maar Zeik staat de hele tijd op voorsprong, ook al omdat het gewoon beter is. Bij 13-8 praat ze aan service, aanval van Vanneltin Lansu, Heine in de lage verdediging, dan wat Roemeens gerommel, een smash van Evers, gepakt door Sorin Pop, die de bal dan zelf over het net speelt. Verre setup van Evens naar Kurek, die afrondt, maar Zeik wint de eerste set met 15-8. In de tweede set lijkt Mazeik Baia Mare te zullen afmaken. Ze lopen zonder noemenswaard tegenstand 8-2 uit. Maar dan vergeten ze bijna de klus te klaren. De Limburgse concentratie is even zoek, de slordigheden stapelen zich op en de Roemenen knagen aan hun achterstand tot 12-8. Let op of ze pakken ons, zegt coach Goedkoop. En dat is voldoende om de Limburgers wakker te maken, zoals uit deze aanval van Praats blijkt. Tweede set wordt 15-10 voor Mazeik. De derde set wordt de kortste, 15-15-14 en een halve minuut. En Mazeik neemt, zacht uitgedrukt, een optie op de kwalificatie.